Welkom iedereen weer een nieuwe aflevering van Kingdom Hearts. Vandaag ga ik weer verder met Dragon Maleficent. Gaat Wesley verder met Chernobog. En beide zijn een soort van duivelse dingen, dus heel typerend. Ik had vorige keer blijkbaar ook mijn Omega Arts niet geëquipt. Dat helpt zeker niet. Oh, dat... Ik ben heel eerlijk, ik kan niet wachten tot ik die heb. Dan... Want hij dropt van Behemoth, hè? Die krijg je van Behemoth, ja. Ja. Dus nu heb ik die geëquipt. En ik heb Oathkeeper. Dus ik heb veel meer MP. Een beetje extra HP. En als het goed is, vergelijkbaar strength. Dus Chernobog gaat echt helemaal naar de kloten nu. Hopelijk. En daarna is het de beurt aan Ansem. Seeker of Darkness. Nee, The Wise. Ik ga Ansem The Wise vermoorden. Oh, maar daar heb je niet veel voor nodig. Gewoon zeggen van... Ja, sorry, maar je thesis is toch niet correct. Ja, precies. Gewoon zijn PhD afpakken en dan... gaat hij zelf naar de Realm of Darkness. Oh, nee. Beter. Zijn computer afpakken. Oh. Maar die wacht tot de helft van de tijd niet eens van weet. Nee, precies. Ja, met welke was het ook weer? Was het nou met Alice begon ik nou? Of begon ik nou met Snow White? Ja, waarom heb ik nou weer Seven Princesses of Heart gedaan als wachtwoord? Ja. Nee, het is nu Sora Donald Goofy. Sora Donald Goofy. Die volgorde is makkelijk te onthouden. Nee, oké. Maar die volgorde is makkelijk te onthouden. Want er is echt nul keer dat het in een andere volgorde gezegd wordt. Ah, shit. Dit was een zonde attempt. Maar ik heb nu wel iets gevonden wat mogelijk kan helpen. Oh ja? Ik heb Hurricane Blast geëquipt. Oh. Dus een extra damage op de combo finisher. Dat kan inderdaad wel helpen. Moet hem alsnog wel raken, maar... Oké, okay, deze attempt gaat best goed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk, dat gaat. 3, 1, 2, 3. Ik mis Superglide, jij ook? Over like 20 seconden niet meer. Oké, okay, misschien over anderhalve... 5 minuten. Maar om je antwoord te geven op je vraag... Ja, ik mis Superglide. Ja. Nou, Hurricane Blast helpt. Ja? Ja, ik heb gezegd dat ik één keer maar bij groen ben, hè? Ja. Hurricane Blast geëquipt, meteen in het groen. Oké, okay, dat is een goed begin. Zo. Graag nu zo houden. Ah shit, net te laat. Ik was weer bij de laatste HP bar van Chernobog toen ik net dood ging trouwens. Ja, dat is kloten. Maar ja, zo kan je het ook zien. Na Chernobog is het helemaal Ansem en dan is het ja, klaar. Ja, eerst nog die achterlijke Heartless Waves. Waar ik op zich ook nog wel voor me zie dat ik mogelijk dood kan gaan. Waarschijnlijk niet, maar... Het zou kunnen. Invincibles en een Angel samen. Irritant. En daarna is er naar Ansem. En voor Ansem, ja... Geloof ik eigenlijk wel, als ik eerlijk ben. Ja, ik heb soms alleen problemen met boot Ansem, maar dat komt vaak meer omdat hij soms gewoon onzin kan
doen. De eerste boot ansem voordat je Donald de Goofy terug hebt is inderdaad... kan tricky zijn. Ja. Op zich zijn... Over het algeheel zijn Final Bosses in Kingdom Hearts eigenlijk niet zo moeilijk. Behalve Terra Noord. Ja, true. Zo. Oké, jij doet die aanval weer. Superleuk. Oké, even alle rust door. Zo. Kom op. Holy fuck, dat doet veel damage. Wat doet veel damage? Die vuur. Niet die aanval dat hij zichzelf helemaal omringt in vuur, maar dat hij met vuurbollen gaat gooien. Zelfs door Arrow heen doet dat like 40% van HP. Klaar. Oh, dankjewel, Donald. Je bent een held. Zijn nooit iemand eerder. Nou, dat is een keer verrassend. Is een keer wat anders, hè? Eerst op... Ja, Dragon Malificent klaar met fucking Fairy Harp. Oké. Okay. Ja, zolang dat je... Nee! Dus, de boss fight maar gehaald hebt. Dat is het belangrijkste. Ja, daar ben ik heel blij om. Dus Fairy Harp blijft even. Over bossfights die dood zijn gesproken. Chernobog gehaald. Ik heb nu Superglide. Hiepoi. Geinig. Ik hou al die en al jij meteen weer de volgende. Het is... Ook iedere keer. Oké, ja. Door. Oké, volgende door. Ja, volgende weer door. Ik... Nu is de vraag of dat jij net zo lang gaat vastzitten bij, bij Riku... totdat ik de eerste Ansem vorm kan halen. Ja, dat is een goeie. Ik hoop het niet voor je. Dat gaat namelijk nog wel even duren. Ik heb volgens mij... Ik heb gesaved, maar... toch even safety save. Dat kan nooit kwaad. Want jij en ik zijn volgens mij beide opgegroeid met Kingdom Hearts 1... waarin we nog geen skip button hadden. Ja. Nou, ik... Oké, ik loop dan in totaal een uur en... 10 minuten op je achter. Zoiets, ja. Want ik ben nu bij Riku 3. Nou. Oh ja. Super klein. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar... En waren we Behemoth al zat? Nee, we gaan er nog heen doen. Superleuk. Ja. Ook in de meest geweldige arena voor deze fight. Oké, is het Darkbreak? Nee. Oh, dat doe je op zich best snel. Als dat nu al de eerste Darkbreak is. Ja, ik heb Ripple Drive. Shit. Oké, eerst de Death Berry Cool. Ik had Ripple Drive gedaan, maar haal ik het toch maar vanaf, denk ik. Ja, die had ik in eerste instantie ook, maar dat wilde niet echt heel erg. Het geeft ervoor ending lag, hè? Ja. En Riku is best wel een hele snelle fight. Dus dat werkt niet heel goed. Ik heb hem nu wel weer gegripped. Nee, precies, maar... dus ik had hem af.
Ja, maar ik dacht van, hey, misschien helpt het. Want ik heb 9 MP, doet vast wel veel. Valt op zich mee. Ja. Dus geen ripple dive. En misschien lukt het met deze manier. Oké, okay, deze hordes zijn tenminste nog even makkelijk. 1, 2, 3. Dit is de moeilijkste wave van allemaal. En ik ben dood. Ja, nou, je ziet zelf wel, het is de moeilijkste wave, dus. Ja, het probleem is alleen dat iedere keer dat je doodgaat, moet je vanaf Behemoth opnieuw beginnen. Ja. Maar die invisible wave is echt. In zo'n kleine ruimte zijn het dan meteen like 6 of zo. Echt fucking veel. Ja. 3. Niet dat Behemoth echt heel moeilijk is of zo, maar toch. Nee, hij is niet moeilijk, maar hij is gewoon kloot, eerlijk gezegd. Hij duurt relatief lang voor een Heartless die een soort van boss is, maar niet echt. Ja. Voor een boss is hij heel snel, voor een Heartless duurt hij echt heel lang. Oké, dit was een ruk attempt. Maar ik zie een groen. Ik zag net een groen balkje, dus. Oké, het gaat wel vrij snel dan. Het gaat vrij snel. Het is even aanklooien, eerlijk gezegd. Maar als je dat tempo volhoudt, ja, dan heb je Riku vrij veel sneller dan mij klaar. Ja, ik wissel toch even naar Pumpkinhead. Want ik mis iedere keer als ik die attack doe, ik mis net 10 centimeter. Ja, nee, dat probleem had ik dus ook met range in die aanval, in die fight. Dus echt. Dat was. Want ik kan wel iedere keer op hem gaan staan, maar ja. Ja, maar dat is bij de Riku fight ook geen heel goed idee. Nee, klopt. Oké, okay, terug bij de Invisibles. Deze keer niet doodgaan, alsjeblieft. Ik heb weer hetzelfde probleem als net, dat ik mijn ripple dive te voorop heb zitten. Als er goed 1 of 2 dood kunnen gaan, dan wordt het een stuk makkelijker ineens. Mm-hmm. Eén, twee. Hup, 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 hup. Ah, ja. Ik merk meteen een verschil weer met de ripple dive. Dus camera in, camera uit. Mooi zo. Equipment. Pumpkinhead. Ik ben even aan het nadenken van. Wat is wijsheid met deze? Want Riku is gewoon een kutfight. Ja, nee, by far de kutste, moeilijkste fight in de game. Behalve Sephiroth. Uiteraard. Ja. Precies. Maar dat is vanzelfsprekend. Nou. Oké, okay, ik ga voor een iets andere tactiek nu. Iets minder MP, maar meer attack, dief en defense. Dat is min of meer hoe ik de hele game speel. Ja.
Want ben jij nog teruggegaan naar Agrabah voor die White Trinity? Nope. Ja, ik wel voor die Ifrit Belt. Ja, ik wil die extra beetje... een kleine beetje extra wapens hebben. Als het enigszins kan. Okay, geen... Ah, shit, ben ik weer vergeten om Ripple Dive eraf te halen. Het gaat niet heel erg goed. Godver! Het gaat niet heel erg goed, hè? Nee. Nee, klopt, maar dat... Ik zit tegen game mechanics aan te klooien. Wat dan? Als je gewoon mijn abilities gewoon onthoudt, wanneer ik ze eraf haal, dan is er niks aan de hand, maar... Oh, ja, dat. Ja, dat is inderdaad... Daar zit ik tegenaan te klooien. De rest maakt me nog niet zo heel veel uit. Nou ja. Maar voor de rest... Op Darkbreak na vind ik het nog niet super slecht gaan. Nee, totdat niet met Darkbreak begint valt het ook best wel mee. Ja, precies. Zodra dat hij Darkbreak begint te spammen in zeg maar de laatste 30% van zijn HP. Dat is waar je doodgaat. Ja. Nu ga ik gewoon serieus dood bij Behemoth. Wat is dit? Ja, die extra range maakt het zoveel beter. Stom idee, maar kan je tussen die waves door niet gewoon de kamer uit en dan terugtrainen? Waarschijnlijk niet. Nou, laat ik zo zeggen, het is de makkelijkste is Behemoth, dus als je het wil uittesten, kan je het gerust dan daar doen. Ja, ik ga nu even na Behemoth testen of dat hij dan Behemoth weer respawnt. Volgens mij begint hij dan weer van begin. Maar het is... Ja, het makkelijkste is trouwens de wave na Behemoth. Maar het zijn alleen maar van die Dark Balls. Ah, shit. Ik word gekilled iedere keer door die Spike Attack. Je weet wat, dan kan hij van die... Light Beam Attacks doen en soms gaat hij spiken. Dan gaat hij springen en dan... jumpt hij op je. Ja. Dat is vaak net degene de move die me... vaak verrast. Antwoord Behemoth respawns. Oké, dus antwoord gewoon je waves afmaken, Wesley. Ja, ik dacht als ik nou om de twee waves of zo even naar buiten kan lopen om een progress te saven. Dat scheelt een hele hoop als ik bij de laatste wave doodga. Zoals net. Ja. Maar hey, 500 experience, helemaal gratis. Ik vind het prima. Of nou, gratis. Valt wel mee. Hoe gratis dat was. Wacht even, ik heb fucking Tinkerbell. Waarom gebruik ik die niet? Goeie vraag. Ik weet waarom ik geen Tinkerbell gebruik. Ja, dat kan niet in die fight. Ja, we eerlijk zijn, als dat kon in die fight, hadden we mensen het zeker gedaan. Oh, als het kon in die fight, dan had het er waarschijnlijk ook niet een... Like, een uur, nou, minder dan een uur. Maar had ik er ook niet zo lang op vastgezeten. Nee. Shit. Hij was iets te ver van me weg, anders had ik het nog gehaald ook. Had ik hem tenminste naar Darkbreak kunnen brengen, de laatste 30%. Ja.
Dark Riku is en blijft een drama. Hoe Sam over speedrun is het letterlijk blind kunnen. Ja, dat van alle geen delen, zeg maar, Clayton vind ik irritant. En Dark Riku is wel gewoon een heel ander level nog. Dat is what the fuck is dat? Dark Riku is oprecht moeilijk. Clayton is gewoon oneerlijk met zijn shotgun. Ja, maar Dark... Clayton is makkelijk als je cure hebt. Van wie krijg je cure, Clayton? Clayton, ja, precies. Oké, Tinkerbell. Don't fuck with me. Nou, wordt een beetje moeilijk. Heb je gezien hoe groot Tinkerbell is? Waar een wil is, is een weg. Ja. Niet. Tinkerbell is so fucking overpowered. I love it. Dus gewoon praktisch niet meer op je HP te letten met Tinkerbell. Maar in een bossfight... Ja, precies. Praktisch. In een bossfight is één ding. Maar in een, gewoon, zeg maar, een groep Heartless... Die kunnen niet in korte tijd zoveel genoeg damage doen... Dat Tinkerbell het niet praktisch direct weer terughield. Shit. Ja. Dit, voor mijn gevoel was het een hele goede attempt. Maar doe me net niet. Jongens. Ik ga toch even weer een paar dingen aanpassen. Ja. Ik heb ook geen idee of dit echt veel uitmaakt, ja of nee. Waarschijnlijk niet heel veel. Het is gewoon zoeken van, oké, welke... Wat maakt uit? Want ik wil maar Darkbreak brengen. En als ik door Darkbreak kan komen, dan ben ik klaar. Klinkt super simpel, maar... Als je tot Darkbreak kan komen, dan begint het gezeik. Begint de ellende, ja. Ik heb ook weer Pumpkinhead verwisseld voor een andere Keyblade. Welke? Geen Fairy Heart, maar Wishing Star. Oké, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja... Ik zal het doorgeven. Gewoon het feit dat iedere laatste hit een crit is, dat maakt al zoveel dingen beter. Ja, speedrunners om zo lang blijven gebruiken, dan zal het inderdaad wel de lagere stats compenseren. Ja, het heeft geen lagere stats. Het is sterker dan Pumpkinhead. Wishing Star? Nee. Ja, nee, zie. Qua strength is hij sterker. Dat ga ik zo moeten... Oké. Wishing Star is like plus 3 of zo, toch? Ik bedoel... Ja, zoiets. Ik zal zo meteen voor je kijken wat... hij is, maar... Dit is de tweede Keyblade die je krijgt. De stats zijn op zich volgens mij niet... Nee, Wishing Star is de Keyblade in Geppetto's huis. Oh, die is in Geppetto's huis. Ik heb inderdaad een vergelijking met Three Wishes. Nee, oké. Dan begrijp ik het een stuk beter dat die nuttig is, inderdaad. Ik zat te denken aan Three Wishes. Ik heb Wishing Star zelf niet eens. Ik ben hier nog steeds op Heartless aan het rammen met Oblivion. En dat gaat op zich vrij goed. Ik was zonder Tinkerbell al 3 keer dood geweest. Niet daarvan. Moet je nagaan. Maar goed, daar hebben we summons voor. Om ze te gebruiken. Mm-hmm. Zegt iedere Kingdom Hearts speler die het voor de eerste keer speelt. Summons, wat zijn er? In Kingdom Hearts 1 hebben we Tinkerbell. In Kingdom Hearts 2 hebben we...
Genie. Genie. Genie is niet verkeerd in 2. Ja, precies. En in Kingdom Hearts 3 hebben we... Welke is er in 3 goed? Simba. Ariel. En Ariel, inderdaad. Ariel vind ik zelf te moeilijk. Om goed te gebruiken, maar... Simba is op zich... Ariel cheest de fight tegen Xehanort. Ja, Xehanort is op zich... welk laatste fase van Xehanort? Ja, laatste fase van Xehanort. Oké, daar heb ik niet heel erg veel moeite mee. Het is vooral de fase waar je zeg maar nog... Waar hij nog wel zijn armor aan heeft. En de hele tijd op en neer aan het teleporten is in Scala. Die ik vervelend vind bij Xehanort. En uiteraard Data Xehanort. Holy fuck, wat is dat voor fight? Dat dachten ze van... Ja, sorry, we kregen te horen dat 3 niet moeilijk genoeg is. Dus weet je wat, dan passen we voor jullie aan. Het is een hele goede fight. Logischerwijs zou dat de fight moeten zijn. Jet. Zo sterk zou die moeten zijn met de Keyblade. Maar... Ja, ik kwam bijna Darkbreak door. Antwoord op de vraag, Wishing Star is the way to go. Oké. En even kijken... Pumpkinhead geeft wel 2 meer damage, ja. Nou, oké, maar dat... Maar ja, always vind... Die critical hits, ja. Als het maar 2 damage verschil is het wel waard. Ja, dus hij is iets zwakker dan Pumpkinhead. Ik dacht dat hij iets sterker was. Maar hij is wat zwakker. Maar ja, eindigt altijd met een critical hit is niet verkeerd. Nou, als je combos afmaakt, dan doet hij netto meer damage dan. Ja. Maar midden in een fight extra HP erbij krijgen is altijd fijn. Ja, zeker. Hey, Heartless, ik vind het heel gezellig hier, hè? Maar wanneer gaan jullie stoppen met spawnen? De laatste wave duurt namelijk al 30 jaar. 30 jaar, moet je nagaan. Shit. Tip voor de volgende keer. Arcanum wel gebruiken, maar Arcanum even wachten. Nog meer wanneer hij zijn zwaard slashes kan doen. Ja, je hebt aardig wat hardlessjes op dat stuk, dat weet ik nog wel. Ja, het is zeg maar... Het is eerlijk gezegd belachelijk. Cool. Iedere wave hardless die er spawnt gaat een deel van het hardless embleem weg. Behalve bij de laatste like, 80 waves... Dat is één stukje van het embleem. What the fuck? Volgens mij ben ik er nu wel bijna. Hoop ik. Ik hoop vooral Tinkerbell. Tinkerbell was volgens mij best wel moe van mij healen. Tinkerbell moet niet zeuren. Daar ben We zijn ik nog steeds vriendelijker dan Peter Pan. Ah, dat was het. Oké. Weet je hoe laat het is? Het is bijna het einde van de part. Het is Ansem tijd. Dus jij kan mooi volgende part aan Ansem beginnen. Jop. Is dit nou een interessant item? Het is een Mega Elixir. You know what? Het is nu of nooit. Probeer deze of af te maken of dood te gaan, een van de twee. En dan bijna voor de part. Ja, dat hoop ik inderdaad ook, want het ging net heel fijn. En als het enigszins kan, zou ik dat graag voort willen zetten.
Maar ik heb nu al. Loop nu al iets meer damage op dan ik zou willen. Shit, ja, dood. Okay. Ik wilde gaan switchen naar mijn high potion. Maar ja, item management doen in Rico Fight is gewoon klote. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Later.